Ja, ik heb een boek geschreven in romanvorm met eigenlijk mijn eigen verhaal. Mijn partner had de ziekte van Huntington. Wij zijn een aantal jaren geleden uit elkaar gegaan vanwege de ziekte. En dit jaar heeft hij besloten dat hij niet meer wilde leven. Het is een verschrikkelijke ziekte en er heerst een enorm taboe op. En ik heb vooral om het taboe te doorbreken mijn verhaal willen publiceren. Zodat meer mensen begrijpen wat de ziekte inhoudt. Want het is gewoon heel erg lastig uit te leggen wat het precies is. En er is nog steeds geen genezing mogelijk, geen medicatie om het überhaupt een beetje af te remmen. En dus gaat ook de opbrengst van mijn hele boek gaat naar de stichting die geld inzamelt voor genezing. Want Huntington is een combinatie van ziektes. Het is een combinatie van ALS, Alzheimer en Parkinson. En ik zeg altijd, al heb je één van de ziektes, dat is al erg genoeg. Laat staan drie tegelijk, want zo is het gewoon. De meeste mensen krijgen de eerste symptomen rond hun 35, 40 jaar. En over het algemeen leven mensen nog gemiddeld zo'n 20 jaar. Dus dat is, je gaat heel langzaam achteruit en je verandert ook vaak qua karakter. En dat is het hele moeilijke aan, ook voor de omgeving. Ik heb mijn verhaal wil ik gewoon heel graag delen met iedereen. Ik heb er wel even over na moeten denken, want je geeft natuurlijk een heel stuk van jezelf bloot. Maar ik heb het er gewoon voor over. En het heeft jou ook goed gedaan, denk ik, hè? Dus ja, ik heb wel in de tijd een dagboek bijgehouden. En dat heeft mij heel erg geholpen om het te verwerken. En ik heb dat dagboek gebruikt als basis voor dit boek. Ik vind het ook heel fijn dat een gedeelte van het boek van Badje ook weer naar de stichting gaat. Dus zo alles bij elkaar werken we allemaal naar een goed doel en hopelijk naar een medicatie voor genezing.